Jo mensen, welkom terug na een bizar weekend op deze game. En normaal gesproken, uh, als we een zo'n video beginnen, vraag ik om bepaalde dingen en blablabla. Bla, bla. Het enige wat ik nu wil, waar ik benieuwd naar ben, is laat een comment achter als jij het afgelopen weekend een disconnect hebt gehad terwijl je deze game speelde. Dat kan zijn bij squad Battles of Rivals of Champs. Waar dan ook. Want ik was een weekendje weg. Heerlijk, lekker ontspannen. Maar uh, ik hield af en toe wel wat dingen bij. You know? Je moet een beetje up to date blijven weten wat er speelt. Ik zag disconnect na disconnect na disconnect tot het punt dat EA zelf erover moest tweeten dat de servers dusdanig problematisch waren dat ze dingen aan het doen waren. Want, you know, er moest iets gebeuren. Dus, you know, shit is fucked up. Um, wat we ook hebben is dus, nou ja, het Bundesliga Tots. Een nieuwe mini-league met Cristiano Ronaldo uh, en Balotelli onder andere. Er zullen ook nog wel andere spelers zijn, maar die boeien me wat minder. Ik geloof Walker Peters zit erin, want die had ik in een draft. Um, dat is allemaal leuk en aardig. Maar het meest interessante wat je nu hebt. is als je naar evoluties gaat. en je doet met Gonzalo Guedes. je doet eerst de Moment of Truth evolutie. En dan doe je de Team of the Season Attacker Plus. Dan krijg je een 93 Gonzalo Guedes. voor dus 200k. en als je hem moet snipe, maak er 210k van. Met 98 pace, 97 shooting, 96 dribbling, 81 physical, 83 passing, 5 ster, 5 ster. Met PowerShot Plus, Powerheader Plus en Trivela Plus. Nou, ik kan je vertellen. Dat is vrij gestoord. En om een, in, een beetje in beeld te brengen. Hoe populair dat is. Als jij nu naar de markt gaat. En je gaat zoeken op Gradus. Je kunt hem snipen. Je kunt hem snipen. Het is niet zo dat hij niet op de markt komt. Maar. Uh, je moet zeg maar echt heel vlugge vingers hebben. Ik heb geprobeerd het gisteren een paar keer. Je moet echt robotachtig snel zijn. Kijk, nu komt hij een paar keer niet. Gisteren had ik er een paar in, nou, laten we zeggen in, in 20 keer zoeken, kwam ik hem een paar keer tegen. Deze persoon is absoluut geestesziek dat hij hem list voor 750 coins, want je verdient er gewoon 10k aan. Maar dat is de situatie zoals we er nu mee zitten. Nou, ik heb gisteren geprobeerd wat exchange packs uh, te openen en dat dan weer te recyclen in 80 plus player packs. Dat is waarom we ook een small silver players pack hebben uh, en nog een andere pack. We hebben ook de 86 plus dubbel gedaan in het kader van je moet op een gegeven moment toch kaarten kwijt. Dat leek de beste manier om dat te doen. Uh, maar wat betreft die evolutie, ik denk dat ik het wil doen. So, al, als ik Guedes kan packen. Maar uh, dat lijkt niet makkelijk te zijn. You know, heel veel mensen proberen dat, dat is logisch. Want iedereen denkt van: oh, you know, het is een 79 graded kaart. Hoe moeilijk kan het zijn? Vrij moeilijk, zo blijkt. Uh, ik had iemand in de chat die zei dat hij geluk had uh, om hem te krijgen. Maar dat is niet voor iedereen. Maar 86-2 geeft mij geen blue. Het geeft mij Spaans keeper uh, Sandra Paños. En dan dus nog iemand. En dan komen we bij de situatie zoals die is voor mij. Kijk, we hebben nu natuurlijk uh, een hele berg fodder. Kijk, like, een hele berg. Dus ik zit dan eerlijk te kijken, wat wil ik ermee doen? En ik had het daar met verschillende mensen over. Van, yo, wil ik Konate halen? Of wil ik um, Kelly halen? Of een, een Ferdinand? Kijk, like, wat is de move? Vraag ik mezelf dan af. Nou, ik krijg hier Beth Mead waarschijnlijk. Tenzij het, Buka het is Bukayo, ook prima. Um, en Barrego. En Parejo heb ik al. Dus you know, dan begint de situatie van... Oké, okay, waar droppen wij een 86 in? Dan nou kun je zeggen in die exchange... Um, ik denk dat ik gisteren alleen al iets van 100 à 150 keer die 80 plus player pick heb gedaan. Ik bedoel, ik respecteer de mensen die dit veel, veel vaker kunnen doen. Maar ik heb de, wil <laughs> ik heb, ik heb de levensenergie niet om daar de hele dag te zitten. Nou, we hebben dus wel sinds Boendes tot ook een paar SPC's gekregen. You know, ik denk dat Sane uitstekend is... Um, voor de prijs heb ik hem nodig, weet ik niet per se. Je you know, ik ben erg blij met het team dat ik nu heb. Maar ik zat te kijken naar mijn team en wat ik dan enigszins zoek is misschien centerbacks of, um, of een CDM-achtig. Ik gebruik nu tijdelijk weer even Sawa. Ronaldinho zit op de bank, I know, heiligschennis. Um, dus ik ben een beetje te kijken naar sommige kaarten. Zij krijgt een upgrade naar 91, dus. Dat kan misschien iets zijn waarvan we zeggen het is de moeite waard om het te doen. In het kader van kaart kwijt moeten um, en dan terugkrijgen in die vorm. Ik, ik, een gelegde, ik het weet het dus ik zag het op Twitter voorbij komen. Ik dacht, nou weet je wat, kunnen we die kaart wel gewoon mooi meepakken. Uh, maar dat is een beetje een dilemma. Want we krijgen, het zijn echt wel goede spelers die we tot nu toe krijgen. Like, qua value zijn de meeste wel goed. Like, niet elke is een hit, maar you know, dat, dat gebeurt nou eenmaal. Uh, maar het zorgt er bij mij voor dat ik denk van oké, okay, welk SPC is het nou echt waard? Ik wil trouwens Ronaldo bewaren. Omdat ik stiekem hoop dat ik hem nog een keer in een Evo kan doen. Waardoor hij wel goed wordt. Uh, maar dit is interessant. Want ik doe nu dan zo'n ja, ja, zo Adriana-kaart in het kader van: ik zag toevallig dat ze een live kaart is door Twitter. Um, en daardoor weet ik dat zij uh, upgrades kan krijgen. Maar voor de rest. Kijk, een Konate is uitstekend. Dat is 92 ga je de kaart is een uitstekende speler. Maar heb ik hem nodig? Ja, kijk, dan moet ik eerlijk zijn tegen mezelf. Ik denk het niet per se. Ik denk dat het een kaart is die inderdaad erg goed is. En ik denk dat de mensen die hem gehaald hebben. er al dik een week plezier van hebben. Maar ik weet niet of die kaart die guy is, om het zo te zeggen. Like, het is een leuke kaart, maar you know, er gaan meer goede kaarten komen. Zeker met, ik denk, uh, La Liga. Gaat insane worden, denk ik. You know, Militaus. Uh, ik weet niet of Militaus verdient. Ik ga heel eerlijk met je zijn, maar hij zou er een kunnen krijgen. We ronden in ieder geval dit team af. En dan hebben we die uh, tot Adriana Leal da Silva. Uh, helemaal geen in de kaart, natuurlijk. En hij heeft ook maar twee playstyle pluses. Maar het is gewoon een kaart die we nu dan kunnen hebben. Uh, dat is de makkelijkste doen, Dan kunnen we helemaal weer. Ja, hij kan ook weer in de club. Kijk, dan kan ik in ieder geval die andere packs blijven openen. Ik heb Alvarez niet gedaan. Ik, ik moet zeggen, Alvarez. Want, en, en ook dat is een ding. Ik heb gisteren comments gekregen. Of comments. Re, berichten in de chat, laat ik het zo zeggen. Dank aan het streamen was. Uh, voor de vraag die een miljoen keer gaat komen natuurlijk. Uh, Guedes is natuurlijk de coins waard voor zo'n evolutie. Uh, Marcus Rashford ook. Die kan je in die tot Attacker Plus gooien. 92 of 93 niet, kaart. kaartje wel 3-ster Weakfoot. Maar de trades en de stats zijn uitstekend. Dus die kun je misschien omheen werken. Uh, maar vooral Gonzalo Guedes is uitstekend. Er zijn er meer die je kunt doen. Uh, als je wilt weten hoe of welke combinaties er zijn. Ik zal een link in de beschrijving laten naar een website waar je heel makkelijk evoluties kunt checken. Makkelijk te doen. De, de, site, de site legt zichzelf uit, laten we het zo zeggen. Maar het ding is ook. Het nadeel van het weekendje weg zijn is... Nou ja, dit is natuurlijk supergezellig. Dus niet per se een nadeel. Uh, maar het probleem is dat uh, Weekend League moet nog gebeuren. Uh, en daar heb ik nog minder dan 24 uur voor. Dus ik ga de lat laag leggen. Ik ga gewoon proberen te speedrunnen naar 14 wins. En dan zie ik voor de rest wel wat er gebeurt, denk ik. Want op het moment dat ik erin ga met de verwachting van... Oh, ik wil 16 halen. Hoeft niet per se. En dit is, het is Bundesliga tots. Het is geen slecht team. Sure. Maar... Ik, ik weet niet, like, ik, ik, ik voel me niet gepressured om mijn best te doen voor een Frimpong. want ik weet dat ik een Frimpong niet ga krijgen. Like, die kans is zo klein dat ik het gewoon niet weet. Oh, ja, trouwens, de enige twee die ik gedaan heb voor Ferdinand zijn de brons en zilver, voordat je denkt, oh mijn god, heb je nou al gecommit? Nee, nee, nog niet. Maar ook dit zorgt ervoor dat ik dus zit te kijken van, ja, waar wil ik mijn kaart in kwijt? Want ik zit nu met een dubbele 88 en een 87. Ja, waar kan ik die het best in kwijt? Mijn Cape is me net te duur om te zeggen. Nou dit doe ik wel. Plus je hebt drie team of seasons of team of the weeks nodig. En dat is slim van IE. Want you know, aan de ene kant kan je natuurlijk continu. El elke week voorlopig een gratis team of, -the -week, team -of -the season verdienen. Door gewoon die daily play dingen te doen. Dus je kunt zeggen, oh, het is niet zo erg dat ze elke keer zijn ijs gooien, Maar op een gegeven moment zo wordt je club wel leeg en leger, natuurlijk. Uh, en wanneer dan de echte SPC's komen waarvan je denkt, oh holy shit, dan is het waarschijnlijk al te laat. Dus ik zit ook naar upgrade content te kijken. Dan moet ik zeggen, de 380 plus player pick, ik heb hem geprobeerd niet doen. Kijk, je levert 22 golds in waarvan 3 rares, het is het niet waard. Het is het simpelweg niet waard. En dan kijk je naar de rest van die dingen. Dit is hetzelfde als met de Premier League en dit zal elke week blijven komen. Zelfs als je folder over hebt, moet je dit niet doen. Het kost je geen informs. Het kost je geen tots. Maar een 83 plus keer 7 heeft zoveel kaarten waarmee jij naar alle waarschijnlijkheid niks doet. Dat het eigenlijk een soort hint is. Nou, Matthews ook moet ik zeggen, uh, ik zag toen hij uitkwam wat, wat reacties erover. Online dat hij het niet waard is. You know, 291 redet squads en dergelijke. Hij zit niet heel ver af van zijn marktwaarde. Maar het ding is vooral dat uh, voordat hij geleakt was, voordat het bekend was dat hij kwam, uh, was hij uh, echt. Nou ja, nog een paar honderdk duurder op de markt. En het ding met zijn kaart is altijd in-game. Hij presteert altijd beter dan zijn stats. Hij is niet de langste. En in de huidige meta lijkt dat wel belangrijk. Maar als je kijkt, ik, twee geweldige playstyle pluses, Relentless. Uh, normale Anticipate. Rapid. Quick Step. Dude is echt, echt goed. Hij oprecht serieus goed. En ik denk dat als je hem wens te voltooien. Uh, dat je er geen spuit van krijgt. Ik denk niet dat iedereen hem nodig heeft. You know, ik zie regelmatig jullie teams en ik, ik, ik kan die conclusie wel trekken. Dat niet iedereen hem nodig heeft. Maar ik snap wel dat de meeste mensen hun interesse, dat die nu ligt bij evoluties. En ik moet zeggen, voor mijzelf ook wel. Maar het is voor mij gewoon heel lastig kijken. Dus ik denk dat ik hier bijvoorbeeld dan gewoon doe uh, Watkins. You know, in het kader van. Uh, dan maak ik er 94 graden het van. Dus dan doen we dat. En hetzelfde met die redpicks. Kijk, ik kan met die redpicks wachten. Um, nou, wacht, nee, kan ik niet. Want als ik goede redpicks krijg, dan zijn ze boven de 93. Dus ik denk dat ik hier gewoon uh, ook Watkins doe. You know? Kan, want het is waarschijnlijk niet de allermoeilijkste. Kijk hier, speel 2, win 2. Uh, speel 4, win 3. Nou, dat kunnen we prima doen natuurlijk. hou ik hem gewoon als vaste wissel. En dan heb ik hier in ieder geval twee kaarten die gewoon gratis nog betere voldoers zijn. En dan kun je zeggen, waarom... Wat is, wat is de upgrade waarde? Bijna niks. Maar het is meer een kwestie van... Uh, als we op een gegeven moment echt een crème de la crème SPC krijgen... Uh, en dan zit je te denken welke zou het kunnen zijn. Nou ja, bijvoorbeeld een... Een Puteas Moments, ik noem wat, weet je wel. Dat gaat duur zijn. En dan ga je wat hebben aan dit soort kaart. Dus dat is vrij de reden dat ik een oogje blijf houden op dat soort dingen. En dat ik dus ook die dubbele Bernardo Silva en Modric... Toch even achter de hand hou. Want als ik nu kijk, en dat deed ik gisteren ook op stream, Konate uitstekend, geweldige playstyle's, stats, alles. Maar het is wel een flinke commitment qua coins. K commitment die ik kan maken, maar is het een kaart die ik langer gebruik dan twee, drie weken? Of twee weken überhaupt? Ik denk het niet. Chloe Kelly ook, geweldige kaart, uh, maar een plus één over haar Fantasy FC kaart. En dan weet ik dat ik een First Owner account run en menig van jullie ook, maar het zorgt er wel voor dat je denkt, nou, weet je wat? Die hoef ik misschien niet te doen. Wan Bissaka zat ik wel te overwegen om misschien Marquez te vervangen. Omdat hij medium high heeft. Hij is 6 voet lang. Um, plus, ja, hallo. Geweldige playstyle pluses. Dus misschien Wan Bissaka. Maar voor de rest, I don't really know. Like, powershot, ik, ook. Want ik moet zeggen, Sane, uitstekende kaart. Ook qua playstyle pluses. Het enige ding is. Um, ik maak niet altijd evenveel gebruik van powershot. En wanneer ik het wel kan doen, is het niet zo dat het voor mij een gegarandeerde goal is. Maar dat ligt misschien aan mij. Dat kan een skill issue zijn. Dus. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Ik ben heel erg enthousiast voor dingen zoals die Guedes evolutie. Uh, en de combinaties die je daarmee kunt maken. Alleen heb ik wel dat de huidige SBC's niet precies. Ze zijn niet slecht. Ze doen mij gewoon niet heel veel. En dat is you know, gewoon ik issue. Laat het zo zeggen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik, uh, ik hoop dat jullie succes hebben. Ik ga zo meteen zorgen dat wij ook voor de volgende video dat jullie het kunnen zien. Uh, nieuwe tactieken hebben die getest zijn in Wicked League. Wat andere dingen dan normaal. En dan uh, hoop ik dat jullie een goede dag hebben zonder disconnects. En dan check ik jullie later. Joe